Dag allemaal, hier weer Livius, Ab Urbe Condita, boek 21, nu paragraaf 41, alinea 14 en 15. We gaan even een klein stukje over het opzicht van het vorige punt wat ik maakte. Dat ging over 40, 11, waar die dus, zoals we hier kunnen zien, zei van de goden zijn aan onze kant. Het zijn echt geen vijanden tegen die we moeten vechten. Waar we nu om terechtkomen is weer overgeslagen, waarin die zegt eigenlijk van jongens, jullie moeten echt geloven dat ik meen wat ik zeg. Het zijn nog steeds dezelfde Carthagers als vroeger. We hebben al eerder van ze gewonnen. Ze zijn nu helemaal van het padje af. Die Hannibal, die is zo gek geworden dat hij helemaal de Alpen is overgestoken. En ze zijn echt niks meer waard. Je moet je voorstellen alsof je een stelletje slaven gewoon nu allemaal collectief besloten hebben om in opstand te komen. En dat zou toch echt te belachelijk voor woorden zijn. Daar zou je zeer verontwaardigd razend over kunnen worden. Dat is een beetje strekking. Maar tegelijkertijd kan die zeggen van ja, maar luister, het volgende. Non de possessione Siciliae ac Sardiniae de quibus quondam acabatur, sed pro Italia vobis est pugnandum. Dat is wel even iets nieuws, iets extra's. Het gaat nu om ons vaderland, hè? Niet est pugnandum moet er gevochten worden, vobis, door jullie. Letterlijk is er te vechten voor jullie. Het is een dativus auctoris. Maar het genitief van verplichting vertaal je dat vaak met door. Dus niet moeten door jullie gevochten worden de possessione Siciliae ac Sardiniae, dus om de over de, het bezit van Sicilië en Sardinië, de quibus quondam acabatur, waarover eens gehandeld werd, in dit geval waar het eens om ging, zouden wij liever zeggen, maar voor Italië. Dus het gaat nu wel echt ergens over, zeg maar. Dat is een antithese, hè? Non de dit, sed de pro Italia. Dat is de antithese, de possessione Sicilië en Sardinië en pro Italia. Daarvoor moet je vechten. En dat is best wel een belangrijke strijd. Ook al zijn ze natuurlijk heel zwak, zoals ik nu gezegd heb, toch. En we moeten nu wel echt winnen. Nec est alius ob tergo exercitus, qui nos nisi nos vincimus hosti obsistat, nec albes aliae sunt, quasdum superant comparadi nova possent presidia, hic est obstandum milites, velucianta romana moenia pugneus. Je hoelt een beetje de tricolon erin, hè. Dus, en dit niet, en ook dat niet, nee, dat! Dus niet één, niet twee, maar drie. Let op. Dus, en niet is er een ander leger, alius exercitus abtergo, dat letterlijk van aan de kant van de rug, in onze rug, is een uitdrukking met ab, achter ons, zeg maar, bedoelt hij. Qui met een conjunctivus hier, denk ik hier zoiets als een potentialis, of misschien een doel, maar ik zou zeggen, ik met kunnen, de motief vertalen, die, tenzij wij winnen, in de weg van de vijand kan gaan staan. Dus qui opsister is in de vijand, in de weg staan van, het tegenhouden, belemmeren. Dus laten we zeggen, die de vijand kan tegenhouden. Ik doe met kan, hè. Doe je dus met potentiaal, dus hier de conjunctief is, zie je in die A, conjunctief presens. Dus die de vijand kan tegenhouden, dat gaat overigens met een dativus, omdat het hier hostie staat, niet hostem. Als wij niet winnen, nisi nos vincimus, dat nos zou er natuurlijk bij, omdat vincimus is in principe genoeg, want dat is ook wij. Maar nood staat erbij om de nadruk te geven. Als wij niet winnen, dan is er niemand anders. Aan onze rug is er nog een leger of zo. Nec Alpes alius. En er zijn ook niet andere Alpen of zo. Ja, dat is natuurlijk een beetje een soort van belachelijke uitspraak. Natuurlijk weet iedereen dat er geen andere Alpen zijn. Dus in ieder geval, hij bedoelt dus dat er geen andere hindernissen zijn. Andere natuurlijke hindernissen. Misschien is het een soort van metonymie voor hindernissen, hè, Alpes hier. Quasdum superant betekent eigenlijk terwijl zij welke oversteken. Kan je dat misschien best zeggen? Waardoor er terwijl ze die oversteken nieuwe presidia, nieuwe hulptroepen comparari possint, dus verworven kunnen worden. Dit is een inventivus passief, dus verworven worden. En possint weer een cognitivus presens potentiaal is, net van na quas. Terwijl ze die oversteken, waardoor er terwijl ze die oversteken nieuwe hulptroepen aangeworven kunnen worden.
Dus hier ook weer potentiaal is, maar hier, dit betekent al kunnen. Dus dan misschien een beetje dubbel op om dat dan ook met kunnen extra te gaan vertalen. Dus doe maar gewoon één keertje kunnen. Die zijn er niet, hè, om ze te vertragen. Dus we moeten nu echt, echt winnen. En dan heb je een asyneton, punt, komma. En dan staat er hic est opstandum milites. Op sistere is hè, tegenstaan, in de weg gaan staan. Op stare betekent een beetje hetzelfde. Dus hier moet weerstand geboden worden. Ook weer een primitieve van verplichting. Onpersoonlijk. Er. Hier is weerstand te bieden. Hier moet er weerstand geboden worden. Soldaten. Uiteraard door jullie en door mij en door ons enzovoort, maar dat staat er niet bij. Velutie betekent gewoon alsof wij voor de Romeinse muren, voor de muren van Rome, pugnades vechten. Hier cognitivus praesens, ook weer een potentialis, maar met kunnen is dan een beetje raar. Het is gewoon omdat we nog in deze potentiële gedachtegang zitten. Doe maar alsof, hè. Dat is ook wel een mogelijke reden waarom er cognitieve staat velut. Is niet een echt feit wat je over hebt, maar iets hypothetisch. En dan gebruik je ook een cognitieve. Dus alsof we al voor de Romeinse muren vechten. Dus nu heb je hem door. Er is geen ander leger wat onze fouten kan opvangen eventueel. Er is geen andere open om het vijand te verdragen. Nu moeten we het doen. Drie stukken in deze opsomming is het niet echt, hè, maar... Ik zou het toch best wel een richtelijk in een soort van tricolon durven te noemen. Waarvan de derde deel dus een conclusietje is. Nu moet het echt gebeuren. Overigens, spoiler alert, de Romeinen verliezen deze slag. En het is helemaal niet zo'n hele grote ramp. Want natuurlijk, ze halen als een gek het leger wat ze verder naar het zuiden hebben staan. Halen ze terug en dan hebben ze alsnog een ander leger om Hannibal daarna tegen te houden. Wat overigens weer mislukt, maar dat is een ander verhaal. In ieder geval deze gedachtegang, die klopt niet helemaal. Maar dat is niet nuttig voor Scipio om die tegen zijn soldaten te zeggen. Dus dat doet hij ook maar niet. Goed, tot zover. Even kijken hoe hij hierna nog verder praat. Tot de volgende filmpje.